Dames en heren, jongens en meisjes, welkom vandaag. Wow, vandaag hebben we even wat, mensen. Het is niet normaal. Vandaag hebben we wat, het is niet normaal. Zoals jullie weten, heb ik 23 juni, was het volgens mij, heb ik mijn eigen game uitgebracht op Android. 23 juni, het is inmiddels meer dan een half jaar geleden. De geweldige app, we weten allemaal Kaas. Nog steeds ongelooflijk veel mensen die het spelen. Hartstikke tof, fantastisch. Kijk. Kaasje was een succes. Nou, dat weten we allemaal, was en is nog steeds een succes. Hartstikke top. Komt trouwens binnenkort een nieuwe update aan. Maar wil je nou meer weten over updates op Kaasje? Ga dan even naar Koen 2, want daar komt de volgende Kaasje video op. Niet meer op dit kanaal. In ieder geval. Kijk, als er zoiets goed gaat, dan weet je dat andere mensen ook gaan. Wat is ook logisch. En dat is ook helemaal niet erg. Als je lekker een ad wil maken, is dat helemaal prima. Dat doe je dan lekker. Dat maakt me allemaal geen donder uit. Hartstikke leuk. Maak er wat moois van. Wel leuk als je zelf iets bedenkt. Bijvoorbeeld Hanwe heeft een app gemaakt. Nou, hartstikke leuk. Hartstikke leuke app. Doordat ik gisteren echt helemaal vol gespamd werd. Echt volledig gespamd. Door allemaal mensen op mijn telefoon. Van, oh Koen, heb je dit gezien? Fabiola heeft je app genakt. Voor de mensen die niet weten wie Fabiola is, klik nu weg. Goed, je bent nog te redden. Klik nou weg, alsjeblieft. Nee, ze heeft ooit meegedaan aan Temptation Island en daar was ze helemaal gek. En sindsdien is ze nog echt helemaal raar. Nee, het is echt heel raar. Zij doet alleen maar een beetje half naakt op Instagram staan en ze heeft een OnlyFans. Maar nou, dat weten we al genoeg. In ieder geval, zij zag dus het succes van Kaas en dacht van, ik ga ook een app maken. Nou, dat is natuurlijk helemaal prima. De app heet Fab. Het is echt ongelooflijk. Waarom kan ik het niet vinden? Oh, hier. Fab. Ja, van Fabiola dus. Ik hoop echt dat het niet voor iets anders is. Dit is ongelooflijk veel 1 sterren. Lelijke hacks. Denk dat je ons Koen dit leuk vindt. Die Ginger stopt zijn lul zo diep in. Goed. Download nou Kaasje. Daar ben ik het helemaal mee eens, Tom Stallone. Dankjewel. Nou, de comments zijn niet heel enthousiast. Koude hard genakt van Koen van Kaas. Wat hij ziek voor aan verdient. Heeft probeert zij het nu te nak. Zit wat in. Maar mensen, ik ga je dus wat vertellen. Ik heb dus al die berichten. Dus ik heb een story geplaatst op mijn Instagram. Dit plaatste ik. Mensen, ik weet dat Fabiola Kaasje genakt heeft met een fucking slechte versie. Maakt me geen reet uit. Het boeit me niet. Maar toch bedankt voor alle leuke berichten. Nou, gewoon een prima normale story. Helemaal niet raar. En nu heeft zij mij dus een video gestuurd op Instagram. En die ga ik straks bekijken. Ik weet dus niet wat het is. Ik heb haar nog nooit... Ja, misschien heb ik haar 1 keer ooit gesproken bij creators. Bij die voetbalwedstrijd. Wat deed zij ooit interviews geven. Echt. Was echt heel goed, was dat? Koud! Het regende echt keihard! In ieder geval, ik zou niet een goede YouTuber zijn als ik even het spel Fab ga testen. Mensen, alsjeblieft, ik download zodat jullie het niet hoeven te doen. Wil je nou een leuk spel spelen, download dan gewoon lekker Kaasje. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker, dat kan hier beneden. Het spel speelt zich af in de jungle. Het doel is, komma, om zoveel mogelijk dollars te pakken. Zodat je net als Fabiola kunt roepen, alles designer, prr, wat? Zo zien, hier is het spel Fab. Ik ben de hond, Gucci. En alle dingen kosten geld. Goed, laten we maar eens gaan spelen. Ik ben benieuwd. Ik heb wel een vette intro. Dat hebben we met Kaasje niet. Hé, hey, die vlaggetjes doen me herkennen. Oh, ik ben dood. Huh? Hoe ga ik hier ooit langs? Huh? Ik kan helemaal niet langs. Wat is dit triest, hè? Dat is bij mij ook altijd zo. Wat een ongelooflijk poepspel. Oh, ik kan schieten. Oh, dat is wel leuk. Ben je eerlijk in. Dit is letterlijk Kaasje waar ik aan het spelen ben. Even serieus. Hoe kan je ooit verwachten... Even de leaderboards kijken. Hoe kan je ooit, maar ook echt ooit... Iemand heeft gewoon 11.000 punten. Jezus. Hoe kan je ooit denken dat dit gaat werken? Nou, echt heel snel weg met deze takzooi. Mensen, we gaan nu over naar mijn andere telefoon. Want die app is alleen maar op Android en niet op iPhone. Zoals je hier ziet, een video van Fabio de Fox. Je ziet trouwens ook Jelly eronder staan. Jelly, als je deze video kijkt, dikke esso naar jou. Ja, hij ging mij dus gisteren ineens volgen op Instagram. Dus ik denk dat hij seks wil. Maar goed, laten we maar gaan kijken. Ik ben echt tantoe benieuwd. Ik heb echt geen flauw idee. Dit is het ook gewoon. Dit is het. Ik heb geen flauw idee. Mensen, ben je niet geabonneerd? Abonneer je beneden op mijn kanaal voor meer enorme hutsvideo's. En dan gaan we dus zien wat zij naar mij gestuurd heeft. Ja, ik... Even voordat we je dit gaan kijken. Ik had dus een app gemaakt. Zij heeft toen exact dezelfde, sowieso dezelfde persoon bericht om ook een app te maken. Want op zich is dat prima. Dat is helemaal niet erg. Maar ja, niet heel slim. Want je weet dat je dit gaat krijgen. Dat weet je gewoon. Dat zit er gewoon aan te komen. Ik heb toen in mijn story dus geplaatst van... jongens, ik weet het. Het boeit me niet. En nu krijg ik dus een filmpje. Nou, laten we gaan kijken naar het filmpje. Is dit het? Is dit het? Ik heb wel die klok achter je genakt. Jezus! Ik was zo hyped! Is dit het? Ik heb hier zo'n klok achter me. Dat is de klok. Ik was zo hyped. Ik dacht echt van, nou, hier gaat echt dikke fight komen. Jongen, jongen, jongen. Man. Wat ongelooflijk triest. Ik dacht echt, ik ga krijgen van, hoe kan het dat iedereen ruzie maakt onder mijn foto met jou? Maar in ieder geval, ze geeft dus wel toe dat ze Kaas heeft genakt. Ja, ik vind dat wel knap. Kijk, voor hetzelfde wat we zeggen, ik heb het niet genakt. Lijkt mij heel sterk, maar ze had het, in principe had ze het kunnen zeggen. Maar zoals je ziet, het doel om zoveel mogelijk dollars te pakken, zodat je net als Fabiola kunt roepen, alles designer, prr, is nog niet gelukt. Ik heb ook geen flauw idee waarvan dat is. Dat zal wel een liedje zijn. Zo, 1,8 miljoen views. 66k dislikes. Ik heb kleding op mijn rek, alles designer, en ik zie...
Jezus Christus, ik dacht al Brent slecht, maar toen hoorde ik dit. Dit is echt ongelooflijk. Jezus, oh, mijn oren bloeden. Alles bloed. Mijn hele hoofd bloed. Mensen, kan het niet meer aan. Ik ben zwaar teleurgesteld. Ik dacht echt, dit is de crème de la crème. Ik heb eindelijk weer een beetje YouTube-fitty. Niks blijkt minder waar. Denk je, wat kan je hier nog even lekker reacties lezen? Nee, uitgeschakeld. 66.000 dislikes, 14.000 likes. Nou, ik moet zeggen, je bent echt niet barkjes dit like. Waarom zou die producer You Snooze You Lose hier willen staan? In de titel, dat snap ik niet. Drip, ey, bitch, we drippen meer dan van elkaar. Stap in de ring met je pet, dan boksen we. En Kelly Ross, wat? Wilde je mijn naam noemen? Bitches doen rare dingen als ze faam zoeken. Ga een raam zoeken. Bitches doen rare dingen als ze faam zoeken. Wat zit je nou te zeggen? Je zit op OnlyFans en je maakt kaarsje na. Waar hebben we het hier over? Nou, mensen, ik heb het helemaal gezien. Mocht ze nou toch ineens al iets raars sturen, dan zie je het nog achter deze video aan. Mocht dat niet zo zijn, helaas. Mensen, dit is een dagje later en ik heb een reactie van Fabiola. Ik zou het jullie laten weten. Het is echt bizar. What the fuck? Dus ik zei dus van, ik dacht, nu komt het. Omdat ik dacht, weet je, ze is boos of zo. Met allemaal mensen, fans van mij. Mensen die mij vet gaaf vinden. Jullie dus. Naar haar geweest zouden zijn en ze zeggen, je hebt gestolen, bla bla bla. Dat hoef je niet te doen, want iedereen weet het. Je hoeft het te zeggen, maakt geen donder uit. Zij reageert met, het is echt ongelofelijk. Haha, stuk. Je had vast OnlyFans content. Maar nee, nee, nee. Als ik iets niet wil of verwacht, is het haar OnlyFans content. Oh mijn god, nee, nee, nee. Oh, ik moet niet eens over nadenken. Nee. Kijk, alle respect met hoe je geld verdient. Maar je hoeft het niet mensen in hun neus te duwen. Alsjeblieft, zeg, hou op man. Hou op, sodemiet erop, joh. Waarop ik reageerde, what the fuck. Wat een fantastisch mooi gesprek, mensen. Je had vast OnlyFans content verwacht. Oh mijn god, dit is echt ongelooflijk. Hoe kan je dat zeggen? Hoe kan je dat nou in godsnaam zeggen? Dit is trouwens echt een goed gesprek wat we hadden. Echt een uitstekend gesprek. Mensen, in ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Vond je deze video leuk, doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer je beneden op mijn kanaal. Vergeet nou niet te abonneren op naar de 600.000. We zijn erbij. Nou, dat is niet helemaal waar. Abonneer ons nog lekker. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik de... groet om. Paarigen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog reeds.